Als ik dit nu Londen vergelijk met Rio, dan denk ik wel dat Londen een makkelijkere plek is om goud te winnen als Rio. Ja, terwijl Rio is wel meer uitdagend. Was en ik begon met zeilen, toen was het wel vooral leuk dat je de vrijheid had, zeg maar. Je ging het water op en je kon letterlijk gewoon ontsnappen van je ouders. Het was gewoon vrijheid, blijheid. En nu heb ik vooral heel veel, haal ik vooral heel veel voldoening uit het constant beter worden en het echt racen op hoog niveau. Je pakt het zilver. Daar is Olympisch zilver voor Marit Bouwmeester. Fantastisch. I think she's very good. She has very good style and technique. She's been in the laser for many years. So 4 years ago, when she was silver at the Olympics, she was it was amazing. Ja, voor 2012 had ik eigenlijk niet zo heel veel stress van de spelen, want je gaat super onbevangen in en je bent nog jong en alles is leuk. En ik was echt net begonnen met mijn hele winning streak natuurlijk voor 2011, dus dat is alleen maar leuk. Ik ben wel iemand die ook zoiets heeft van één keer winnen is niet genoeg, je moet gewoon echt domineren. Dus juist zal denk ik een extra boost geven om te denken van ja, dit wil ik gewoon nog een keer. Ja, ik ben nu al een tijdje niet in Weymouth geweest. Het is echt wel apart, want sinds 2006 tot 2012 ben ik hier zo vaak geweest. Dat was echt mijn tweede thuis. Ik denk dat ik vaker hier was dan in Nederland. Nou, als ik nu hier zou staan, dan denk ik, ja, het was echt fantastisch, weet je wel. Het is zo gaaf. Je zit er middenin, maar ja, je bent voor het eerst een Olympiër geworden. En je hebt voor het eerst een Olympische medaille gewonnen. Nou, ik heb wel heel erg lang gebaald van mijn zilveren medaille. Maar je doet er natuurlijk echt zoveel voor. En je bent al zo dichtbij. En dan, ja, dan is het echt wel keihard balen. Maar op een gegeven moment, dan heb je dat wel weg. En dan... Dan gebruik je het als motivatie voor een nieuw. En nu staan we natuurlijk vlak voor Rio. En nu ben je gewoon super blij dat je nog steeds op het allerhoogste niveau meedoet. En dat je gewoon weer mag racen, weet je wel. En om de titel mag strijden. Dus er is niks moois dan dat. Ja, dat silhouet is wel een leuk idee, hoor. Ja? Is hij ook al gelukt? Nee, of? Nee. Omdat als je in de ding zit, dan kan iedereen erin zitten. Het is meer, je moet een beetje de postuur. Ja, zo. Ja, helemaal. Eigenlijk zijn we geen duo. Daar moeten we eigenlijk mee beginnen. Eigenlijk zijn we een trio, want Roelof, Marits broer, hoort er echt bij. Ja, mijn broer die is dus trainingspartner en een beetje assistentcoach. Hij zit vaak of bij Jaap in een rubberboot of hij zit in een andere boot. Ik denk echt oprecht dat mijn broer een van de werelds beste zeilers is. Maar ja, één deel van topsport is ook dat je heel blijft. Ja, blijkbaar heb ik de betere genen gekregen. Want mijn broer heeft echt veel blessures, veel rugblessures, 2 keer hartoperatie. En ja, gewoon, dat is gewoon best wel vervelend. En ook in 2012 had hij zich wel gekwalificeerd voor de Spelen. Maar er mag maar 1 per land naar de Spelen. En toen moest hij ook met al die blessures de trials doen. En toen is hij uiteindelijk niet gegaan. En ook wegens de blessures moest hij stoppen. Dus ik vind het best wel confronterend, omdat ik denk van ja, hij heeft me zoveel geleerd en hij is zo goed. Maar ja, het is nooit echt naar buiten gekomen. Dus ik ben wel echt heel blij dat ik nu hem in mijn team heb, zeg maar. En dat ik van zijn skills gebruik kan maken om zelf de beste te worden. Dank je. Nou, het blijft mooi, toch? Deze... Brr. Het is wel echt koud hier. Het is eigenlijk wel grappig. Dit is ons laatste grote evenementvoorbereiding voor de Spelen. Dus we gebruiken eigenlijk het oude Olympische water om voor te bereiden op het nieuwe Olympische water. Maar dit is eigenlijk de laatste World Cup van het jaar. En alle meiden gebruiken dit eigenlijk als een soort van laatste krachtmeting, laatste evenement. Ik vaar in de laser radiaal. En dat is de eenmansklasse. En dat zijn eigenlijk alle boten zijn zeg maar hetzelfde. Daar staat het onbekend. Dus hier ben je eigenlijk zo mee klaar. Ja, bij de Spelen krijg je materiaal toegewezen. En je weet eigenlijk niet wat je krijgt van tevoren. Dus ik probeer ook niet zo obsessief met mijn materiaal bezig te zijn.
Je wil alleen weten hoe je kleine aanpassingen in je techniek moet doen om toch het hoogste rendement zeg maar, uit te halen. Ja, als ik dit nu Londen vergelijk met Rio, dan denk ik wel dat Londen een makkelijkere plek is om goud te winnen als Rio. Ja, terwijl Rio is wel meer uitdagend. Je hebt de Guanabara Bay en je hebt de oceaan. En die twee staan in contact door een heel kleine opening. En daardoor stroomt het heel hard in de baai. Maar in die opening loopt ook nog een eiland, lichte eiland. Nou, en daardoor wordt de stroming verstoord en krijg je heel veel gekkigheid en heel veel draaiing met stroming. Dus dat betekent eigenlijk, ik kan hier stroom mee hebben, 50 meter verderop stroom tegen. En weer 10 meter verderop in één keer haakse stroom. En ja, het is voor ons zeilers om daar de beste manier mee om te gaan. Ja, op sommige plekken hebben ze wel mooie kleedruimtes, maar over het algemeen kleed je wel om naast de boot of in dit vast om met tassen of geen auto, dus dan kleed je om in de parking. Maar het zijn niet zo heel vaak kleedkamers of zo. Zeilen is niet heel glamorous. Ik heb ook wel eens dat vrienden of onbekenden of zo vragen van ja, hoe ga je dan naar het toilet? Maar heb je dan een toilet aan boord? Ja, in principe is mijn zeilboot gewoon een surfplank waar je op zit, zeg maar. Dus ja, dat soort dingen, plassen op het water, ja, dan moet je gewoon eigenlijk met je billen bloot overboord, dat idee. Dus je moet niet zoveel schaamte hebben, inderdaad. Naar Rio gegaan, want ik dacht ja, ik moet gewoon naar die plek en kijken van oké, waar heb ik mee te maken en wat moet ik gaan doen voor de spelen, zeg maar. En toen kwam ik er echt al zo achter van ja, dit is zo'n gecompliceerde plek. Je zou vooral slim moeten zijn, zeg maar, slim positioneerd ten opzichte van je tegenstanders en strategisch goed met de wind omgaan. Ja, en dat is gewoon echt een sterk punt van Jaap en Roelof. Dus ja, mijn snelle zeilen gecombineerd met hun slimheid, ja, dat hopelijk is dat de winnende formule straks in de zomer. Dit is wat ze doet, is overstag gaan. Normaal kost dat snelheid, maar omdat ze hem zo laat scheef gaan, dan trekt ze hem weer op snelheid. Je ziet dat uit de overstag accelereert die boot. Dat is echt het idee. Ik denk wel dat mijn technieken heel anders zijn dan de meeste. En ja, ik sta denk ik wel bekend als een snelle zeiler, dus mensen zijn vooral heel erg geïnteresseerd in mij. Dus ja, als ik meestal vlak voor een regatta gaat iedereen met elkaar trainen. Ja, als ik dan mee kom doen, ja, dan zie je gewoon dat alle coaches die pakken gewoon een videocamera erbij. En het is gewoon laten we maar met z'n allen filmen uurtje. Dat is heel vervelend als je zelf hard aan het varen bent. Je kijkt op en je denkt van ja, ik word hier een beetje gebruikt. Dus dat willen we niet. First camp here when it blew so hard, yeah. So when everything broke, you had to go home early. Yeah, and then oh my god, I remember. I so remember. Nee, in het laserradiaalveld heb ik eigenlijk geen vrienden. Maar dat is ook wel een beetje bewust. Want ja, je vaart tegen je 40 tegenstanders en het is de een of de ander. Het is niet dat ik vijand zei, dus ik zeg wel een keer gedag. Maar ja, ik wil gewoon geen vrienden hebben. Omdat op het water wil je gewoon keihard heel zijn. Dat is gewoon veel makkelijker, zeg maar. Als je gewoon geen vrienden hebt. Het is ik of de ander. Dus dat is altijd ik. Toch echt wel een beetje je familie en vrienden, maar vooral eigenlijk mijn vriend, zeg maar, Diederik. En, met hem ben ik nu al ruim 2 jaar super gelukkig en hij weet helemaal niks van zeilen, dus echt fantastisch. Dus elk gesprek gaat alles behalve over zeilen. Ik heb hem 1 keer meegenomen in mijn boot eigenlijk en zelf vindt hij dat hij heel veel talent heeft en ja, schat, je bent wel heel goed, maar ja, het is gewoon super leuk. Zeker als we op een nieuwe plek komen, het eerste wat je doet is naar de supermarkt eten halen en op zoek naar een gym, zeg maar, waar je een beetje je training kan afwerken.
Nou, deze plek is wel ideaal. Deze is wat verder van Weymouth. En weet je wel, hier zit geen enkel ander zeiler, dus je kan gewoon lekker je ding doen. Het is niet heel erg dat andere zeilen zijn, maar iedereen houdt elkaar zo in de gaten. Dus nu kan ik gewoon in eigen rust een beetje trainen en focussen op mezelf. Zeilen is wel echt een fysieke sport. Zeker met medium tot zware wind is het echt heel erg zwaar. Dus het is eigenlijk heel veel cardio training en heel veel krachttraining. Ik krijg echt een kick van fysieke training. Ik vind het echt heel leuk. Maar ja, tuurlijk, weet je wel, je wil echt tot het gaatje gaan. En afgelopen maandag zat ik inderdaad op de roeimachine. En eerst ging ik altijd een beetje tof keihard te roeien. Totdat je in één keer 48 minuten lang en dat moet doen. En dan op een gegeven moment dan zit je wel met tranen. Dus soms dan kom je echt inderdaad kotsend van een roeiapparaat af. Ja, dit is echt mijn favoriete quote. Ik heb hier zoveel trainingen gedraaid voor Londen. En die is echt go hard or go home. No room for crybabies. Werkt al motiverend. Dat heb ik ook gewoon uitgeprint in mijn eigen slaapkamer op gang in Engeland. Ik sta er niet zo hard in dat ik zoiets heb van als ik geen goud win, dan ben ik niet tevreden over de afgelopen 4 jaar. Maar ik hoop wel dat ik gewoon mijn beste zeilen kan laten zien. Ja, ik zie mezelf eigenlijk ook nog wel weer doorgaan naar Tokio, afhankelijk hoe het natuurlijk gaat in Rio. Maar ik beleef gewoon nog superveel lol aan mijn sport en ik word nog elke dag beter. En ik geniet gewoon echt van het racen op het hoogste niveau. Dus ja, voor mij is het niet zo heel veel reden om de stekker eruit te trekken, zeg maar, na 2016.